Hallo en welkom bij Haaksbergen in beeld. Het programma met het grote en kleine nieuws uit Haaksbergen en omgeving. De jaarlijkse expo bij Henk Pen Caravans en Campers werd dit jaar gehouden van 14 tot en met 21 januari. Op deze grootste vrije tijdshow van Oost-Nederland kon het publiek genieten van veel vakantievoorpret en de nieuwste modellen caravans en kampeerauto's. Expo Henk Pen Caravans en Kampeerauto's 2017. Groot succes, veel mensen, hele lovende reacties. Een heel leuk parcours opgezet waar mensen het vakantiegevoel als eerste van het jaar weer gaan ontdekken en voelen. We zijn zeer enthousiast. 27e keer dat wij dit evenement organiseren in Haaksbergen. Mensen komen van heine en ver. Wij hoorden al dat hotels volgeboekt zijn met mensen die dit evenement willen meemaken. Fantastisch. Dat is natuurlijk helemaal mooi, hè? Nu staan we dus hiervoor bij iets nieuws, dacht ik zo. Kan je me daar iets vertellen? Want gisteren was Hand en Broeke hier. Ja, gisteren was Hand en Broeke hier, Tweede Kamerlid, VVD. En heeft voor ons het nieuwe merk geïntroduceerd. We hebben een nieuw merk bij Weinsberg. Weinsberg is een Duitse fabrikant die de komende jaren de markt wil veroveren met kwaliteit voor een zeer acceptabele prijs. En wij zijn verheugd om dat merk in huis te kunnen krijgen. En gisteren hebben we de aftrap gegeven door middel van een doek wat we eraf gehaald hebben. En hebben we deze kampeerauto gepresenteerd. En wat is nou hoofdzakelijk dus het verschil van de ene en de andere, die je dus nu dus, waar we nu bij staan? Nou, kwaliteit hebben we bij alle merken tegenwoordig. Maar je ziet gewoon dat sommige merken graag een stukje markt willen gaan veroveren. En dat veroveren, dat kun je onder andere doen met een hele scherpe prijsstelling. En een goede kwaliteit. En Weinsberg heeft en een hele goede kwaliteit en een zeer scherpe prijsstelling. Ja, en wij zijn verheugd dat onze mensen, onze klanten daarvan mee kunnen profiteren. Want het is wel iets bijzonders, dacht ik zo. Elk jaar is er wel iets bijzonders. Dit is voor dit seizoen heel bijzonder. En we kunnen ook inderdaad zeggen dat dit een unieke prijsstelling is. Kwaliteit en prijs gaan altijd samen. Ik zie hier staan Inflair Lounge Set. Wat is dat precies? Dat is dus een lounge set die past in een tas. En het is dus een modulaire set. Dus die kun je op allerlei verschillende manieren opbouwen. Dat betekent dat u dus een hoekbank kunt van maken, zoals wat u hier ziet. Je kunt er een loungebank van maken, gewoon een zitbank. Je kunt er een duo set van maken. Zelfs een bed is een mogelijkheid wat u ervan kunt maken. En het zit allemaal in die tas die ik dus daar op de grond zie? Ja, dat is een trolleytas. Wat ongeveer 30 kilo weegt. En daarom hebben we ook gezegd, we maken er een trolleytas van en geen draagtas. Dus je kunt hem gemakkelijk meenemen naar de camping, achter thuis, onderweg. Ja, zoals u het hebben wilt. Ja. En er zit ook een pompje, alles zit erin en zo? Er zit een elektrische pomp bij die zowel op 24 volt als op 12 volt werkt. En ja, dat tas zit er dus ook bij, dat u alles netjes weer kunt opbergen. Is het iets nieuws of bestond het al? Nee, het is helemaal een revolutionair nieuw product. En het is door ons zelf ontworpen en bedacht. Ja, en dus is toch een stukje luxe op de camping eigenlijk, of achter thuis. Wij kijken gewoon met ons gevoel van hoeveel mensen er binnenkomen. En we zien ze in grote getallen binnenkomen. We hebben de hele beurs een beetje verder uitgebreid met nog een grote tent erbij. Waar dus heel veel kraampjes zijn. We hebben meer campings dit jaar binnengekregen dan anders. Veel buitenlandse campings. Om die mensen dat vakantiegevoel, ideetjes te geven. Van jongens, waar moet ik naartoe? En weer meer mensen dan vorig jaar. De economie trekt wat aan, kunnen we natuurlijk ook zeggen. Daardoor gaan de mensen ook weer kijken om iets meer uit te geven. We hebben jaren gehad dat we ook zeiden van joh, je hebt nog een goede caravan, wacht even. Er komen wel weer andere tijden. Nou, die tijden komen nu waarschijnlijk toch wel weer wat naar boven. Dat merken we. Wat we kunnen zeggen is dat fabrikanten voor het komende jaar eigenlijk al uitverkocht zijn. We hebben gelukkig voor kunnen orderen. Maar ik heb ook mijn caravans voor 2018 al moeten bestellen. Dus de economie trekt aan en laten we er met elkaar allemaal van profiteren. We kennen ook hele andere tijden. Nou, je ziet hier inderdaad een ronde tent. Die noem ik de Bubel. Bubel.nl. Hij komt uit Frankrijk, vandaar Bel, van mooi, mooie tent, Bubel. Hij is hier, staat hier op een beurs van Henk Pen. Hier staat hij als het goed is nog deze week. En je kunt hier prima in overnachten. Je kunt kijken naar de sterren, een romantische avond hebben en een mooie overnachting. Het brengt je juist in de omgeving, hè, dat je meer van de omgeving kunt genieten. Nou, je krijgt hem in een draagtas, dus hij is heel goed mee te sjouwen.
Er zit een vloer bij. Die heb je vrij makkelijk als een taartpuntjes bouw je die uit. En daar leg je hem op, je vouwt hem uit en dan met 3 kwartier zie je hem omhoog komen. En is dit eigenlijk de primeur of bestond hij al? We hebben de primeur eigenlijk net afgelopen jaar gehad, aan het eind van het jaar. Maar dit is dan zeg maar de tweede gebeurtenis waar die staat. Ja. Het is weer groter dan andere jaren, maar ja, van de ene kant is het jammer. Kijk, het zou mooi zijn dat we 1 kampeerauto hadden en dat we zeggen dat iedereen die auto ook mooi vindt. Maar mensen willen steeds meer, dus ja, onze keuze wordt ook steeds groter. Het maakt het niet makkelijker, maar... Er zijn veel inwoners van Haaksbergen die graag terugzien hoe het vroeger in Haaksbergen was. Daarom gaat RTV Sternet terug in de tijd met Achterumkieken. In deze aflevering Marktautovrij. Oud-burgemeester Gabor gaat in gesprek met presentator Wim Rutenberg over de verkeersveranderingen begin jaren 90 in het centrum. Het college heeft het voorstel gedaan om een gedeelte van de markt, zeg maar voor de HEMA, om het af te sluiten voor het verkeer. Dat wil zeggen, voetgangers en fietsers mogen blijven. De rest van het verkeer, dus in dit geval het autoverkeer, wordt daarmee geweerd. Het waarom daarvan? Ik moet even preciseren. Het college heeft een voorlopig besluit genomen om bij wijze van proef, experiment, een stukje, en dan hebben we het over 30 meter of 25 meter of zo. Nou, iets meer. Nou, 27 meter dan. zou dus in ieder geval afgesloten worden voor doorgaand verkeer. Eerlijkheidshalve moet ik vermelden dat we eigenlijk daar al een hele tijd geen doorgaand verkeer wilden hebben. Want je kunt de kerk van de ene kant passeren, de kerk van de andere kant passeren. En die doorsteek vroeger centraal voor centraal was bedoeld om de parkeerplaats te bereiken richting Molenstraat. Dat is altijd de filosofie. Men moet de boeken nalezen, de afspraken nalezen, dan weet men dat. Dus echt doorgaand verkeer helemaal circuleren om de kerk is al een hele tijd niet de bedoeling. Wel nu, wij moeten fietsrekken plaatsen. We moeten zorgen dat straks, als de HEMA geopend is, daar voldoende mogelijkheid is om op een ordelijke en voor het oog ook een nette manier de fietsen kwijt te kunnen. Dat houdt dus in dat het levensgevaarlijk wordt als we daar het doorgaand verkeer handhaven. Wel nu, als proef wordt dat voorlopig afgesloten. En we zullen kijken hoe dat functioneert. Duidelijk. Maar is dit een eerste stap op weg naar een andere invulling van de markt? Die strijd is al jaren gaande en naarmate dus men minder autovriendelijk is en meer voetganger- en fietservriendelijk is en ook het milieu komt dan behoorlijk om de hoek kijken, is het zo dat de rol van de auto in kernen en centra uitgespeeld raakt. En daar kunnen we hele lange discussies over voeren, maar dat is de algemene trend in Nederland ingezet. Het is een wonder dat je hier in Haaksbergen op de markt op die manier nog mag rijden. Meestal zijn winkelgebieden eigenlijk puur voetgangersgebieden aan het worden. Ja. En naarmate dus het centrum weer zijn oude vitaliteit herkrijgt, met zo'n HEMA-vestiging is dat een belangrijk impuls geweest. Stel dat we daar aan de Pand Kuipers ook nog een stukje nieuwbouw kunnen plegen, ja, dan denk ik weer een stapje verder. Komt het moment waarop de auto daar niet meer zo overal doorheen kan, steeds dichterbij. Maar ik bedoel eigenlijk ook de rest van de invulling. Er is al in het verleden gesproken over die kiosken. Ik weet niet of het dat wordt, maar er moet volgens velen meer gebeuren op de markt dan alleen maar het vrijmaken van het autoverkeer. Waar sommigen zeggen, dat moet juist niet, maar dat is een andere discussie. Dat is correct. Dat moet verlevendigd worden. Dat moet ook voor de toeristen, voor onze eigen mensen gezellig gemaakt worden. Dat je daar een kopje koffie kunt drinken, een biertje kunt drinken. Dat moet allemaal inderdaad komen. En die lijn willen we graag voortzetten. Op 21 januari vond de eerste editie van de Wedding Fair bij Resort Bad Boekelo plaats. Met unieke inspiratie en de leukste regionale bedrijven werden aanstaande bruidsparen op deze beurs op weg geholpen bij het... Een wedding fair is een dag die wij organiseren voor degenen die geïnteresseerd zijn om te gaan trouwen. Daar kunnen ze ideeën op doen samen met onze leveranciers op het gebied van bloemen, trouwjurken, maatpakken, maar ook het gebak. We hebben een standhouder die de verzorgde muziek kan alles van A tot Z verzorgen. En ze kunnen bij ons kijken, wat kun je bij ons doen op het terrein qua trouwen. De zaal kunnen ze zien als ze gaan trouwen, hoe de setting is. Maar we hebben ook een workshop met krijtbordschijven bijvoorbeeld. In deze tijd wordt er niet zo vaak getrouwd meer. Waarom jullie wel? Waarom wij wel? Ja, Marlon, dat is mijn maatje. Dat is echt de liefste vrouw op de hele wereld. Ik ken haar al lang. We zijn nu een paar jaar bij elkaar en het is echt mijn maatje. En... 1 keer eerder getrouwd geweest. En ja, ik denk, moet ik je goed? En dat is mijn Marlon.
Met deze wedding fair proberen we onszelf meer als trouwlocatie te laten zien aan Twente. We waren altijd al een officiële trouwlocatie, maar we proberen ons nu iets meer daarop te richten. Dus mensen kunnen nu meteen de locaties zien en onze leveranciers ontmoeten. Dit is de eerste keer. Willen jullie het groter volgend jaar dus aanpakken? Of zeg je van het intieme vind ik toch wel leuker? Ja, eigenlijk kan beide kanten uit. Het is ook natuurlijk hoe de standhouders hier naar kijken. Voor ons is het nu de eerste keer. En als ik zie hoeveel bezoekers er nu zijn, ja, het loopt geweldig. Dus eigenlijk voor volgend jaar kijken of we toch iets groter, dus een grotere zaal kunnen doen met nog meer standhouders, zodat mensen nog betere ideeën kunnen krijgen. We hebben hele leuke dingen gezien. Erg leuke aankleding, hele mooie ballonnen, bruidstaart. Erg leuke dingen. Ja. Ook de jurk nog tegengekomen? Nou, die moeten we nog zoeken. Maar we gaan kijken. Ja, ja. Ja, we merken dat het trouwen steeds wel iets minder gebeurt. Of dat mensen juist op latere leeftijd trouwen als ze al kinderen hebben. En in een iets kleinere setting. Dus de echt hele grote bruiloften die vinden bijna niet meer plaats. Dus mensen kiezen echt voor een kleine bruiloft met minder mensen. Om echt beleving centraal te zetten. Voetbalclubs TVO uit Bekken en Hoeve Vooruit uit Sint-Isidorushoeve hielden als opmaat voor een vergaande samenwerking een gezamenlijk zaalvoetbaltoernooi voor hun D- en E-teams. Dit was ook bedoeld als kennismaking voor de jonge spelers, omdat beide clubs volgend seizoen een gezamenlijk jeugdteam zullen formeren. Wij willen komend seizoen samen voor het eerst een jeugdteam uitbrengen. Gecombineerd met leden van TVO en van Hoeve. Dit is omdat wij beide een tekort hebben in jeugdleden. En we hebben ook een samenwerking gezocht om te zorgen dat jongens steeds op hun eigen leeftijd kunnen blijven voetballen. Welke teams doen hier aan mee? Hier zijn nu aanwezig de TVO D1, dus onder 13. En TVO onder 11. Het E-team en van de Hoeve Vooruit is het een E-team. En deze teams zijn samen, daar zitten de jongens in die volgend jaar het eerste gezamenlijke team zullen vormen. Daar is natuurlijk bewust voor gekozen, neem ik aan. Ja, zeker. We willen graag de jongens met elkaar kennis laten maken. Dat ze elkaars naam een beetje kennen. Dat ze weten dat ze wie kan voetballen weer en waar. En dit is een opzet en we willen de komende half jaar vaker samenkomen. Zodat ze volgend jaar een goede start kunnen maken. Gaat het met elkaar samenwerken? Ik denk het wel. Ik denk dat ieder jongen zit op voetbal bij een voetbalclub omdat hij graag wil voetballen. En zolang dat maar de gemeenschappelijke factor is, dan denk ik dat het helemaal goed komt. En waarom hebben jullie dit gedaan? Zowel Hoeve als TVO heeft al in het verleden gemerkt dat er een trend is dat er toch minder jongens gaan voetballen. Of dat er eigenlijk minder jeugd is in onze dorpen. En we willen toch kwaliteit willen bieden op een eigen leeftijdscategorie. In deze aflevering van Kijk op Haaksbergen. Beelden van de natuur in de winter, de open dag bij Theater de Kappen, de carnaval galamiddag en natuurlijk schaatsen op de ijsbaan.
Theater de Kappen organiseerde een weekend lang open dagen voor het publiek. De coördinator van de techniek van het theater verzorgde rondleidingen in het gebouw. Deuren die normaal gesproken voor het publiek gesloten blijven, gingen open. Iedereen kon een kijkje nemen achter de schermen van het theater. Nou, het is op dit moment het open theaterweekend in heel Nederland. Dus alle theaters hebben hun deuren open met de bedoeling dat mensen achter de schermen kunnen kijken. Wat er allemaal komt kijken om een voorstelling te organiseren. Wat de techniek allemaal doet. Hoe kun je zalen veranderen? Hoe kun je sferen veranderen? Maar ook om te kijken wat hier daarnaast allemaal nog gebeurt. Hè? Niet alleen de weekendvoorstellingen, maar we hebben ook door de week repetities. Koren die repeteren, de clipperscrew die repeteert. We houden de week van de amateurkunst, daar weet Benny wat over te vertellen. En we willen heel graag dat het theater toegankelijk is. Hè? Dat het laagdrempelig is, dat mensen gemakkelijk naar binnen kunnen. Het is niks elitairs of engs aan. Het is eigenlijk voor ons allemaal. Dus dat is het idee erachter. De Week van Amateurkunst is nu voor het derde jaar ook in Haaksbergen. Dus het is een landelijk gebeuren. En wij houden dat van 10 juni tot en met zondag 18 juni. Dan kunnen alle verenigingen in Haaksbergen kunnen zich presenteren. Dus hier in het theater, maar ook in hun eigen omgeving. En dat wordt dan gezamenlijk wordt daar de propaganda voor gemaakt. We hebben vorig jaar voor het eerst ook de kerkdorpen mee laten doen. En dat is een groot succes geworden. Dus de Hoeve, Buurzen en de Veldmaat doen ook mee. Die doen op hun eigen locatie doen ze dus hun activiteiten. En dat is cultuurtrappen noemen we dat. Dus de mensen die worden in de gelegenheid gesteld, de bezoekers, om overal langs te gaan. En dan via een bepaalde route dus. Alle evenementen dus af te fietsen, want het is trappen en cultuurhaven. We zijn net begonnen, dus het is een gezellige drukte. Als je vraagt naar de bezoekersaantallen van de voorstellingen, nou die lopen goed. Kan altijd beter, hè? Dus daarom ook dat we graag veel publiciteit hebben voor onze voorstellingen. Dit weekend is heel laagdrempelig, kosten alle kaartjes een tientje. Hè? Dus dat maakt het dan soms voor mensen ook gemakkelijker om eens even te komen kijken. Maar we zijn niet ontevreden, laat ik het zo zeggen. Maar kan je ook zeggen, ook het aantal van de bezoekers? Het aantal bezoekers wat in het theater komt in het algemeen, ja, dat loopt goed. We hebben natuurlijk voorstellingen die volle zalen trekken en ook natuurlijk voorstellingen waar wat minder publiek voor is. Maar we willen een zo breed mogelijk aanbod hebben voor iedereen, dus dat is dan de consequentie. Nou, wat we standaard wel hebben, dat is de Twentse Culturele Streekweek, dat is in november. Waar we dus plaatselijke verenigingen de gelegenheid geven ook om zich te presenteren. En op het gebied van Twentse cultuur en Twentse gebruiken. Daar wordt ook de basisschool wordt er altijd bij betrokken. Dus Leu uit Twente, Leuke Leu. Dat was ook dat is een mooie kreet. Dat was ook afgelopen jaar was dat weer een succes. Ze hebben daar 6 of 7 basisscholen aan meegedaan. En er was hier 150 mensen en kinderen en ouders die waren in het theater. Dus, dat is ook een mooie activiteit, hè? Om iedereen te laten genieten van het theater. Hè? Ja. Dus we proberen echt van allerlei verschillende pluimuisjes hier in huis te halen. En alle doelgroepen? En alle doelgroepen, ja, zeker. Zeker ook de kinderen, heel belangrijk. Ja. Nederland heeft te maken met een periode van vorst. En dus werd er in het weekend volop geschaatst op de ijsbaan van Haaksbergen.
Ruim een jaar geleden startte RTV Sternet met een serie markante portretten onder de naam Kunst met Claire. Kijk mee terug naar deze aflevering over oude radio's en top 40 plaatjes. Goedendag, we zijn vandaag weer bij een huis waar ik op zoek ben naar Arie Wessendorp. Ik heb gehoord dat hier dus een man is, en dat is Arie natuurlijk, die zoveel passie heeft voor allemaal verschillende dingen. Dat is zowel dus voor auto's, ik heb gehoord radio's, ik heb gehoord langspeelplaten. Ik wil hem dus eventjes gaan opzoeken, dus misschien willen jullie even meegaan. Hallo. Hi, hallo. Hi. Zeg, ik ben op zoek naar Arie. Ja, dat kan. Hij is achter in de schuur. Zal ik even met je meelopen? Ja, heel graag. Ja? Oké. Zet ik even mevrouw Kikker weg. Mevrouw Kikker? Ja. Vind je die niet leuk? Oké. En is er ook een mannetjeskikker? Ja, heb ik ook. Ja, uiteraard. Ik verzamel kikkers. Jij verzamelt weer kikkers. Dus, ja. Dus ik ben eigenlijk bij het verzamelhuis? Ja, eigenlijk wel. Dat klopt. Ja. Ik zet er even weg. Is goed. Je hebt mooi weer meegenomen. Ja, wat dacht je? Heerlijk. Ja, best wel. Oh, ja? Oh. Zero. Hey. Hallo. Hey. Arie, hallo. Claire, I presume. Hallo. Hi. Wat zie ik hier allemaal, als ik dat even mag zeggen? Ja, dat mag je wel zeggen. Ja, hè? Wil je een kleine rondleiding hier? Dat zou ik wel heel graag willen, ja. Best wel. Nou, kun je hem teruggaan? Het is begonnen in 1973. De oude lui kocht een nieuwe kever. Werd toen weinig gebruikt. En is altijd blijven staan. Later, toen ik mijn huidige ex-vriendin, ik ben nu met haar getrouwd, dus nu mijn ex-vriendin, tegenkwam. Toen zat er een DAFje, vond ik altijd leuk, een DAF 33. Nou, toen hebben we eens een... Die daar staan. Ja, laat maar eens even Dat is ook de echte. Dat is ook een... Oké. Ja, de Nederlandse DAF 33. Bouwjaar 1970. En die hebben we uit Alkmaar gehaald. Nou, en dan van de een komt de ander, een tijdje later... werd er weer een DAF 33 aangeboden. Ja. En, maar een Engelse uitvoering. Ja. Dus het stuur aan de andere kant. En die staat daar. Dus in wezen ons spiegelbeeld van deze. Erg leuk. Ja. Erg leuk. Ja. Het stuur zit niet aan de verkeerde kant, maar aan de andere kant. Ja, die zit aan de andere kant. Dat zijn die thuis, hè? Ja, zeker wezen. Kijk. Nou, een puur Hollands product. Super. Zie? Erg leuk. Nou ja, meteen kwam weer het ander, een tijdje later. En kwamen we morgen mij er tegen. In Engeland. Nou, toen zijn we op pad geweest naar Engeland toe. En toen hebben we gedacht, nou, dan halen we die eens op. Het is ook gewoon de uitstraling, hè, het model. Heb je die, die heb je toch wel redelijk vaak in films gezien, hè? Ja, ook wel, ja. Die, en je hebt ze ook in de uitvoering met houtwerk achteraan. Ja. Die is ook heel leuk. Heb ik ook wel eens gezien. Ja, en ik vind dus helemaal vind ik het heel erg leuk, dus deze spiegels erop. Vind je? Ja, ook wel, maar gaat niet alleen om spiegels. Nee, maar dat weet ik. Maar dat is dus een vrouw, hè? Die vallen dus op te kleine details. Ja. Erg mooi, erg leuk. Nou, en toen weer vorig jaar, toen was weer op internet zitten kijken. En toen kwamen we een Austin A30 tegen. Ik dacht, dat is leuk. Die is uit 63 trouwens. Mm-hmm. En die andere is uit mijn bouwjaar, uit 56. Nou, dat is in dit geval geworden. Ik zag hem al, het was een zwarte. Een zwarte, ja. Geweldig. Ja. Geweldig. En die is nog zonder knipperlichten. Maar die is nog met richtingaanwijzers. Ach. Zowel linksaf. Oh, wat leuk. En rechtsaf. Oh, wat leuk. Kun je linksaf? Leuk. Erg leuk. Hop. En hoe doe je dat nou, als ik even zo kan... Er zit hier een knop op het dashboard. Die bedien je naar links. En die moet je met de hand weer terugzetten. Ah. En je kunt
De andere kant gaat die naar rechts. Oh, wat geweldig. Ja. En dit zijn ook echt helemaal de originele? Ja, dat is origineel. En mag allemaal tegenwoordig nog, omdat het toen zo mocht. Nou, en dit vind ik ook een leuk detail. De parkeerlichtjes voorop. Oh, ja. Nou, dit is gewoon een licht. Daar word je helemaal stil van, hè? Echt dat je denkt van, jeetje zeg. Ja, ja. Dat het allemaal kan, hè? Dat het allemaal is. Ja. En lukt dat allemaal? Ja, dat lukt allemaal. Oké. Ja, kijk, denk een normale. Nu denk ik eigenlijk, kom je in de reden van. Nu denk ik eigenlijk, je zit aan de verkeerde kant. Ja, dat dacht ik ook. Aan de andere kant, de andere kant. Ja, oké. Okay. Ja, want ja. Ik wilde hierin stappen. Toen dacht ik van, nee, jij stapt hierin. Kijk, normaal ga je tegenwoordig de zeudel starten, hè? Ja. En hier dus niet. Oké. Okay. Ook bijzonder allemaal, hè? En doe voor mij nog eventjes dit zo meteen even aan als je start. Ik kan nog even starten, want ik vind het geluid geweldig. Oh, nou, kijk, ja. En dan één keer, je hoeft hem niet voor te gloeien of zo? Nee. Oké. Okay. Choke een beetje uit. Ja, je choke en dan je een beetje warm is en dan... Ja, ja. En dan even de knipperlicht aan, want die vind ik echt heel geweldig. Leuk, hè? Oh, ik vind het echt geweldig. Ik vind het geweldig. Ja. Daar vind ik ook mooi daarna, hoor. Ja. Heel mooi. En dan nog een keer de achterkant. Kijk, de achterkant vind ik ook zo schitterend. Allemaal die ronde vormen. Ja. Er zit uiteraard geen knipperlicht op. Het is alleen het achterlicht met het rimlicht. Ja. En die ronding. En dit is erg leuk. Hè? Ja. En dit is een A30 en je hebt een A35. Aan die heeft een wat grote ruiting. Die vinden we echt wat minder fraai. Een beetje een bolhoed idee. Ja. Ja. En dit is je paradeplaatje? Op het ogenblik wel, ja. Op mijn vrouw na natuurlijk. Dat vind ik heel erg lief. Dat vind ik heel erg lief dat je dat zegt. Ja. Want je kan wel een hobby hebben, maar het kan gewoon uit de hand lopen. Dat je denkt, moeder is de vrouw, die is er dan niet meer, toch? Nee, zeker niet. Maar die staat er ook heel achter. Hè. En dat is ook wel belangrijk. Moet ook wel. Ja, anders, dat moet je ook wel. Want als je dit zo ziet, dan staat er toch wel wat. Ja, dat is leuk. Erg leuk. Heel erg leuk. Ja, de zwarte die is mijn. Als je die wil verkopen. Ja. Ik zie me er wel in zitten. En ik geloof ook rode bekleding. Nou, wat wil je nog meer? Ja. En hoe is het dan met de banden? Er zitten nieuwe bandjes op. Zijn dat dan nieuwe bandjes? Ja, weer, kun je gewoon bestellen. Nog. Dat is geen probleem. Geen probleem. Okay. Nee. Dus eigenlijk zit er aan deze auto heel weinig of misschien helemaal niet dus nieuwe onderdelen? Niet veel, nee. En waar haal je die vandaan dan? Engeland. Potter's Bar in dit geval. Oké. Okay. Ja. En het is een of andere... Nee, een particulier. Die had in de aanbieding te koop. Oké. Okay. Via internet. Nou, contact opgezocht. Ja. En zijn we daar met één auto naartoe geweest. En dan met twee auto's terug. Ja. Ja, eerst even wennen natuurlijk. Goed sturen en doen. Ja. Mooi verhaal altijd. Ja. Hartstikke mooi. Ik zie dat je heel erg bezig bent. Want... Ja, het is een nieuwe schuur. Die moet nog nodig gaan gebeuren. Ja. Er zit nog geen raam in, dus... maar ze staan er, Ja, maar eens kijken. Dan ben je weer een stapje verder, toch? Ja. En beneden heb je ook. Ja, wil je daar ook iets doen? Een documentatie of zo? Nee, maar dat is een beetje een opslag voor het een en ander. Oké. En daar boven zolder uiteraard. Ja. Daar gaan we de radio's dan. Radio's? Ja. Dan komen we dus op het item radio's. Ja, hebben we al een paar. Oké. Kan je die laten zien? Daar komen we. Wil je dat doen? Dat doen we zeker. Oké. Nou, klaar. Ja? Daar gaan we dan. We kunnen daar als ik een deur, want jullie hebben wel heel veel deuren, hè? Ja, dus... Want ik kon eigenlijk bij de... Want de bouillon komt zelf aan de deur. Toch? Ja, mag ik zo met mijn schoenen met deur? Zo. Nou, de andere afdeling hier. Kom maar eens even mee. Wat is dit allemaal? Jeetje. Ja, nou welkom. Jeetje, wat is dit? Jeetje zeg. Oké. Okay. Ander stukje geschiedenis. Radio's, televisie eronder. Ja. De voorloper van de flatscreen. Zo. Ja. Dus. Oh, dan zit je hebt erachter, de voor, opzij. Ja. Dit is 1952. Dat weet ik nog wel. Dat had mijn vader ook. En dan was het geloof ik met een oog of zo, hè? Nou ja. Deze niet? Ja, dit is mijn oog. Met een oog. En dan moest je wachten tot hij... Tot hij groen werd. Ja. Dan gaat hij voor de maximale afstemming. Ja. Ja.
En dan drukten wij maar op de knop omdat we het een beetje op een piano vonden lijken. Ja, dat weet dat ik zal, ook nog wel. Ja. Och, ontzettend veel zeg. Nou, TV uit 52. Kijk eens wat die. Ja, geweldig. Allebei. Ja, ja. En waar haal je deze nou? Dit soort... Ja, die komt wel eens eens de rest wat in en dan... Ja. Nederland of... Nederland, ja, ja, ja. Toch allemaal van het Nederland. Ja. Maar dat is wel van een tijd terug dat je dat hebt. Ja, of je komt eens wat in, links of rechts. En dan nu ik, nog? Ja, nog wel. Dus nog, er staat nog wel eens wat op zonder bij de mensen. Dat zie je wel, hè? Ja, een enkele keer. Ja, een enkele keer. Maar ja, eigenlijk van wie dus de mensen dus het is, dan willen ze het niet kwijt. Maar de kids die zeggen dan van en dan komt hij bij jou weer terecht. Het is vooral het design, hè. Het is leuk zoiets. Hè. En vooral dat is ook het mooie van radio. Hè. Een stukje magie. Ja. Ik bedoel, je zet een radio zet je aan en hoor je iemand praten die kilometers verder weg is. Ja. Hoe kan het, denk je eens? Hè? Ja. Maar het kan allemaal. En dan denk je, hoe loopt dat? Het loopt niet met draadjes, het loopt met wat dan ook. En qua design, kijk maar, het allemaal bedenkt. Oh, wat geweldig. Hoe de grammofoon is weggestopt. En heb je hier dan ook de plaatjes van? Ja, ook singeltjes. Ook daar heb je? Ja. En dat is ook weer een hobby van jou? Dat is ook weer een hobby, ja. Goh, zit ik. En heb je dan ook nog, dat hier dus het naaltje nog hebt? Ja, heb je die ook nog? Dus je kan het ook echt spelen, bij wijze van spreken. Ja. Geweldig. Combinatie, hè? 2-in-1 combinatie. Ja. Geweldig. En is het dus, het ene is dus wat met bakkeliet of met plastic? Ja, of dat met, is allemaal verschillend. Dan ga je een beetje om wat een mooi model is. Oké. Dus jij gaat op het uiterlijk eigenlijk wel, een dat is in eerste instantie, als ding die niet leuk is of uiterlijk, dan vind ik er niet veel aan. Ja. En is het nou zo dat je dus alleen de Philips of ook Nee. We hebben wel een hoop Philips, die komen hier natuurlijk tegen, hè. RS en dat spul. Ja. En dan keer ook wel eens wat grundig En Lubbe Octa, was dat een Duitse? Ja, dat was een Duitse, ja. Was een Duitse, hè? Want die weet ik nog wel, dat had mijn vader. Dat is ook wel. Ja. Maar dit is echt dat je denkt van, oké. Dit is waar. Maar we zijn er nog niet. We zijn er nog niet. We hebben nog een deur. Dus, oké. Ik zou zeggen, ik loop achter je aan. Dan gaan we daar even kijken. Ja. Weer een trapje hoger. Ja. Nog een andere verdieping. Twee trapjes. Jemines. Ja. Oh. Dit zijn een beetje... Van alles een beetje wat, hè? Oh, en dit is een verzameling van hoeveel jaar? Nou ja, 30 jaar denk ik wel. Gewoon door de jaren heen. Ja. Ontzettend. Ja. Ik denk dus wel dat er heel veel verzamelaars hier wel eens een keer een kijkje zouden willen nemen. Zo best kunnen, maar ja. Toch? En wat ik ook bijvoorbeeld heel zelf leuk vind, maar dat is weer het design, hè. Zeg maar zo'n toestel. Ah ja. Waar de beesten zo lekker ronddraait. Ja. Is gewoon een mooi model. En heet dit nou ook dus een transistor? Nee, het zijn ook buizentoestellen. Lampen zitten erin. Oké, omdat ik heb dan een idee van buizen is groot. Ja, maar dat hoeft niet altijd te zijn. Het is dus een kleintje. Ja. En dit is ongeveer het jaar? Ik denk jaar 50, 60 die tijd. Ja. Komt weer helemaal in, hè? Die tijd. Ik weet het niet. Ja, ik wel. Na de crisis. Mooi design. Na de crisis. Jawel. Nou, een leuk ding vind ik ook weer. Het is heel simpel, maar... Een tv. Een tv? Kijk. Is dit een tv? Ja. Kijk, hier heet het beeldje, hè? Ik begrijp. Ja. Maar ja, als je nou zo niet in je interieur past, dan leg je hem toch zo. En dan ga je het beeld wel draaien. Och, wat is daarover nagedacht? Dat denk ik wel. Och, wat geweldig. Ja. Antennetje erbij. Vroeger kon je dan de beelden nog ontvangen, maar dat is tegenwoordig niet meer. Hè. Je moet het allemaal via satelliet of kabel gaan. Maar ik vond dit heel grappig zo, dat je beeld kunt verdraaien. En heb je hem wel eens geprobeerd om... Ja, hij doet wel. Ja. Nu ook nog in deze tijd? Nee, je kunt niets meer ontvangen. Aasjes anders zijn er niet meer. Maar het is gewoon het idee ook, hè? Ja. En waar heb je die nou vandaan? Ook weer uit Nederland? Ja, ergens op een rommelmarkt of zo. Zo zeg. Ja. Het lijkt meer op een camera, hè? Als je dat ziet. Hè? Want ik dacht van je pakt een camera, maar dan is het een tv. Ja, een tv. Ja. Geweldig. Deze vind ik ook altijd erg leuk. Ja, ik hoor die kleine doosjes. En dan vind ik die wel een beetje weer als aparte. Met een beetje wat meer rustenwerk. Misschien zeg jij van nee, die is dus wel weer meer... Voor dat, aangezien voor dus collect item, even. Ja. Dat kan, dat weet ik natuurlijk niet. Maar dit zet men dus gewoon ook in de kamer. Ja, en dat is alleen middenhoog. Oké. Ja, dat zijn simpele toestelletjes in die tijd. Ja, vroeger had je weinig radio's. Ja.
en zenders. Ja. Dus daar kun je al genoeg mee doen. Ja. En dit is niet, is dit van kunststof? Is kunststof, of ja. Een jaar en 60 denk ik zo'n beetje. Oh, okay. Ja. En hetzelfde als die, die heet dan in verschillende kleuren nog. Ja. Rood, beige en groen is er ook nog. Oh, dus ik denk groen. Echt, dus dat heel veel dit willen. Ja, maar dus, ja. Je verkoopt het niet? Nee, het is gewoon voor de verzameling, hè. Ja? Oh, maar ja, als je verzamelaars hebt die echt verzamelen, dat je denkt van, dat komt wel goed terecht, dan zeg je, zou misschien is hier, eventueel. Is hier goed terecht. Oké. Heb je ook weer gelijk in, als ik dat zo zie en zo hoor. Ja, dit is ook ongeveer hetzelfde als die daarheen met zo'n draaischijf erin. Ziet allemaal mooi uit nog, hè? Ja. Zit, ja. Heel simpel eigenlijk, maar toch. Ja. En hier zitten dus ook die buisjes in. Ja. En hoe ging dat dan? Hoe ging dat los? Er zit een schroefje achterin. Ja. Die bos al. Nou ja, maar goed. En dan haalde hij het eruit en dan zag je dus de buis. Ja, die kun je zien groeiende. Okay. Er zijn lampjes die erin zitten. Okay. Er zit een draad in die zorgt dat die buis warm wordt. En dan krijg je geleiding elektrisch, een heel verhaal. Dus, en daardoor toch eventjes hem aanzetten. Hè. Moet je eerst warm worden, dan komt er geluid uit. Hetzelfde als met dus die buizen, die andere, die grote. Ja, dat weet ik dan met het oog wat dan groen wordt. Ja. En zijn die buizen dan nog te koop? Of die zijn nog wel te koop, her en der. Jawel, is nog wel te krijgen. Daar kan je nog wel aankomen. Dat is nog wel aankomen. Maar stel nou voor dat er iemand bijvoorbeeld is die zegt van, ach, ik heb nog op de zolder, de vliering of in de schuur een doos met buizen. Ja, dus, zeg je van, nou, dat zou altijd wel heel erg fijn zijn altijd, als... Dat is altijd wel welkom. Okay. Ja, je weet maar nooit hoe het gebruikt wordt, hè. Ja. Dus, nou ja, je weet nooit wat eruit komt, toch? Nou, dan boven we nog een setje staan. Ja, want ik wil ook wel eventjes staan. Ja, even kijken, oh, god, wees welkom. Heel... Hier heb je ook, oh ja, hier heb je dus namelijk die buizen. Ja, dan, zijn als die buizen, ik dat dan zie, ja, he? Want hier heb je de achterkant uit. De achterkant is om. Ja. Dat zijn dus de gangbare buisjes tegenwoordig. Ja. Wat een heel gedoe. Ja. En dat kan je helemaal zelf. Dat is dat geen probleem. Daar kunnen we wat meer. Ja, ja. Dat is, okay. Ja. Mooi, geweldig. Ja. Nou, ik heb hier mijn verzameling, de top 40 blaadjes, het gedrukte exemplaar van de top 40. Elke week ligt die bij je klaar bij de platenhandelaar, het gedrukte exemplaar. Nu nog. Is nu nog bij de mediamarkt verkrijgbaar. Zo. Kijk, de oudere uitgaven, dat zijn de uitgaven van 65. De goede oude tijd. En vanaf november 65 ben ik aan compleet door op heden. Zo. En mis je er nog wel eens? Ja, ik mis er uit 65 nog wat. Dus als er mensen zijn die nog wat hebben, dan hou ik me aanbevolen. Ja. En dat is allemaal natuurlijk genummerd? Nog genummerd niet, maar op datum, hè? Op datum staat er gewoon. En is het op datum? Ja. En nou, hij heeft zich ontwikkeld. Geweldig. Kijk, later kreeg je deze. En nou ja, weer wat later is hij allemaal weer geontwikkeld en door. Ja, maar het is er nog steeds. Het bestaat weer. Ja. Je zegt, het is echt wel een aantal jaren. Ja, zeker. Want wie heeft het ook weer gepresenteerd? Nou, verschillende mensen. Joost de Draaier is daarmee begonnen. Ja. En ook als gesproken, we hebben zo'n clubje van een man of 50 die elk jaar bij elkaar komen in Utrecht. Om eens weer te praten en wat uit te wisselen over de top 40. Sommigen hebben nog dubbele exemplaren om wat te ruilen en zo. En die hebben ook wel eens gastsprekers. Erik de Zwart is als geweest, Joost de Draaier geweest. Leuk. Dus, ja. Zo kom je met gelijkgestemden in aanraking. Ja. En dan kan je misschien ook een beetje uitwisselen misschien dat je zegt van... Ik heb dit, ik heb dat. Ja. Dus een soort rouwbeurs. Ja. Je toch dus een beetje zien. Ja, want ik neem aan dat dit een rouwbeurs dan is. Ja, dat is het. Dan heb je nog de vroege de winkelexemplaren. Oh, het is allemaal wel netjes opgeborgen. Ja, nou ja. Ach, mens wil is wat, hè. Mens verzameld is wat. Jawel, maar het is allemaal heel... Die uitvoering heb je dan nog. Die werd voor het raam geplakt bij de platenzaak. Ja. En daar kregen ze één exemplaar van en de rest waren er een stuk of 100. Zo. Dus die zijn ook maar eigenlijk zeldzaam, moet ik zeggen. En hoe kom je dan hier aan? Dan ging je naar de winkel of zo? Nee, die heb ik toevallig bij iemand uit Zaandam nog gehaald. Een hele rits. Zo. Maar ook niet compleet, dus we zijn nog zoekende. Ja.
Er is nog hoop. Dus dan kunnen ze even, kan men eventueel dus contact opnemen. Als er nog mensen zijn die nog wat hebben, dan zonder meer. Ja, kijk, en je hebt het allemaal heel netjes, wordt dat opgeborgen. Dus het is echt dus wel bij jou dus ja. Op de goede plek. Muisvrij. Ja, ja. Ja, dat zeker. Ja. Wat zit je daar weer? Hey, nou, er zijn er nog meer van. Hè. Natuurlijk, het gaat, nou door, hè, jaar bij jaar. Oh. Nou, dit vind ik wel een aardig dingetje. Het klokje, 12,5 jaar, toch 40. Oh, wat mooi. Die ging de winkeliers toen. 12,5 jaar de stichting tot 40. Hè. En die was toen bij hen in Rijnbrink. Heb ik een paar keer zien hangen. Een paar keer naar gevraagd, Enschede. Mm-hmm. Maar die wou toen niet weg doen. En nou, via internet, klokje erachterin. Dat ik hem toch van iemand kunnen overnemen. Geweldig. En het ziet er nog zo fantastisch uit. Ja, ja, zo. Geweldig. Nog, echt wat die hebben dingetjes, hè? Ja. Ja. Dus dit is wel heel erg bijzonder. Ja, kun je wel zeggen, ja. En ik zie ook, dacht ik, als ik dat goed heb, dus 2013 en 2012. Dus dat is het jaar het al. Ja, ja. Elk jaar weer, want dit zijn dan de huidige uitvoering van de Mediamarkt. En ik zag ook een heel mooi iets, dus aan de achterkant. Ja, dat is ook een stukje reclame. Jawel, maar dan zie je dus eventjes tussen de kleur. Ja. En het is ook leuk, je hebt een tijdsbeeld hè, van zoiets. Ja. En dus weer terugbladeren, denk je, god, dit was nog en dat was nog. Ja. Dat is, ja. En ik zie dus hier dus ook allemaal kleurtjes. Wat is dat? Dat bent wel anders. Toen was het een uitgave van samen met Megatop 50. Mag ik eentje zien? Ja, zeker wel. Of vraag ik te veel? Nee, zeker niet. Dit is de Rabo Top 40 in die tijd. Rabobank die sponsor daartoe. Oh. Okay. Oh ja. Ja. Die uitvoering. Ja. Leuk. Ja. Leuk. Maar ja, dat is ook in één keer afgelopen. Maar ja, Mediamarkt, die heeft hem nu nog. Mm-hmm. Free Record Shop heeft een tijdje gehad. Dat is een tijdje in eigen beheer is die uitgegeven. Toen was hij er niet. En toen de... In 2006 en 2007, als ik het zo zie. Ja, okay, die, toen zijn ze in eigen beheer gedrukt. Van het clubje uit waar dan Dat is wat soberder, hè? Ja, 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 ja. Dus, dat is een soort overleving. Ja. Maar toen was hij niet in de winkel verkrijgbaar. Ja. Maar toen later was hij weer. Want ik weet helemaal de weg niet. Nee, dat zal ook. Maar ik denk dat ik best nog wel eventjes een Frans half uurtje bezig ben. Nou, zeker. Zoveel dingen hier. Ja. Ja. Dus, zeg, wat is dit voor? Is dat ook een radio? Is dat nee, een... dat is een, dat kan ik vertellen, dat is een zender uit een Amerikaanse bommenwerper. Een B-52. En die werd vroeger gebruikt voor de communicatie. Ach. Van een vliegtuig naar een grondstation toe. Ach. Ja. Ja. En hoe ben jij eraan gekomen dan? Die komt uit Amerika. Maar niet zo lang geleden is hij uit Amerika hier naartoe gebracht. Zo. Ja. Dat is gewoon ook weer voor de verzameling, hè. Ja. En is dit de voorkant, de achterkant? Het is de voorkant. Is dit de voorkant? Ja, ja, is de voorkant. Ja. De achterkant, dat is gewoon een plaat, hè. Oké, okay. Ja. Dus dit is dus echt dus de kant met de knopjes en de dingetjes en wat dan ook. Ja, ja. Zo, zeg wat apart. Ja. Je hebt wel bijzondere dingen allemaal, ach, hè? Ja. Mensen verzameld is wat, hè? Ja, dat kan je best wel zeggen. Ja. En denk je dat hij het nou nog doet, of zeg je van... Nee, die werkt allemaal wel. Ja. Hij werkt nog allemaal wel? Ja. Zit naar onder verschillende laders in. Dan kun je dus op verschillende frequenties communiceren met elkaar. Okay. En ik heb daar ook weer met radio te maken. Hè? Radio is zender-ontvanger. Dus eigenlijk hoort dit ook weer bijna een beetje. Ja. En eigenlijk dan ook weer de platen. Ja, dan ook weer platenspelers. Ja, 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 en dat hele verhaal. Dus je hebt eigenlijk een hele ruim assortiment en eigenlijk een ruime passie. Ja, ja. Mag ik dat eigenlijk moet je eigenlijk zo zien, communiceren is zo tussen twee mensen gebeurd. Ja. En nu gaat het via een omweg, via de radio. Je hebt helemaal gelijk. Ik kan weer niet om je heen. Kom op, lopen. We gaan dalen. Nou, dan hebben we hier nog een... welkom. De ene deur in het platenpaleis. De deur. In het platenpaleis. Oh jee, wat is dit hier? Ik val de ene de uiterste, dan is het een bijzondere. Kijk, hier zet ik de bloemetjes bij. Daar zet jij de bloemetjes buiten. Weet je wat dit is? Als je het zo vraagt, dan zal het wel weer iets zijn waar ik voor moet oppassen. Oh. Ja, ik zie dus dat er een batterijtje dus in moet. Ik geef het liever aan jou. Nou. Laat het me eventjes kijk. Tonen even. Ja. Ah,
Met antenne. Ik had het kunnen verwachten. Ja, de toch man, wel. De man van de radio's. Ja. Ja. Geweldig. Ja, ik kwam in Engeland op een rommelmarkt in. Ah joh. Ja, ja. Erg leuk. Ja, het vreemde is, vreemde, maar we hebben iets met Engeland. Het is namelijk zo, ja, vroeger Radio Luxemburg. Ja. Op 200 meter Middelgolf. En die had ook een Nederlandstalig programma. En daar hadden ze een correspondentierubriek in. En nu sinds 1979 ken ik iemand in Derby, waar ik nog steeds mee schrijf. Zo. En iemand in Hull sinds 1981. Ja. En in Duitsland ken ik ook nog iemand sinds 1979. Ja. En daar heb ik nog steeds contact mee. En nu gaan we wel eens over en weer. Dus vandaar. Leuk. En vandaar dus zij ook, komen ook hier wel eens ja, een keer. Ja, ja. En vandaar ook dat we wel eens met die Engelse auto's. Moet ik meer hier, nee. Maar goed, vandaar. En daar hebben we nog steeds contact mee met die vrouw. Leuk. Ja, en leuk. Dat gaat over en weer. Ja, en komen ze dan met zijn Engelse auto? Ja, nee, met een Engelse partner wel eens, ja. Ja, ja, ja. Ja. Nou, ik bedoel dus eigenlijk, komen ze dan dus ook met een oude auto? Nee, dus nee, ook nee, hier nee, naartoe, nee, of zeg nee, je van, nee, nou, je dat, is, geen, dat is eigenlijk... Heb jij geen niet zoveel affiniteit meer, laat ik zo zeggen. Oké. Okay. Nee, nee. Oké. Okay. Dus, maar goed, het gaat nog steeds, we hebben nog steeds contact met elkaar. Leuk, dus, leuk. Nou, mooi. Best wel. Nou, verder hebben we hier... Ik zie allemaal platen. Ja, de boven platen, nou ja. En dit zijn de kleintjes. De plaatjes van vroeger, hè. Dat is hetgeen wat ik dus boven, volgens mij, had gezien. Ja, ja, ja. Toch? Ja. En daar heb je er een stuk of? Nog 6.000 ongeveer. 6.000. Ja, ja. Ga ze niet allemaal tellen door jou. Nou, maar je weet wel een klein beetje wat er in een laadje zit, toch? Van, in een laadje zit dat hetzelfde. Is van, wat ik altijd zeg, van ABBA tot CZ Top, van A tot Z. Ah. Dus van alles wat. En, met de hoesjes en zo. Ja, ja, ja. Dat is ook het leuke ervan van vroeger. Ja. Hè? En je kan er altijd nog wel meer gebruiken, of zeg je dat van? Dat kan altijd nog. Waar je nog niet hebt, of waar je nog zoekt of zo. Dat links en rechts komen alles wat in. Ja. Vaak met rommelmarkten en zo. Ja. En dat, dat houdt je ook bezig. Ja. Ja. En dan als je dus er weer eentje hebt die je niet hebt, dan ben je de koning te rijken. Ja, ja, ja. Dan zeg je van, erg leuk. Ja, eigenlijk een verzameling moet nooit compleet zijn, hè. Want ja, de jacht is vaak mooier dan de prooi. Dat klopt. Ja, dat klopt. Dan geniet je eventjes en dan gaat hij er dus bij. En er weer bij en dan... Maar je koestert ze allemaal, want je hebt ze allemaal heel netjes. Ja, in bakjes dus en zo allemaal. In de bakjes heb je ze zitten. Ja, op volgorde en zo. Ja. Dus, en je hebt ook de grote langsbeugplaten. Ja, ook wel. Heb je ook eigenlijk bakkelietplaten? Nee, nee. Heb ik niks meer. Heb je niks meer? Nee, gek is dat. Niet. Ja, omdat je eigenlijk bakkelietradio's hebt. Nee, generatie denk ik. Ik ben aan bouwjaar 56. Je bent bouwjaar 56. Ja, nou en toen was die bakkeliet zo'n beetje afgelopen al. Okay. En wat kwam er daarna? De rock en roll heb ik ook niet zo heel veel meer, maar heb ik niet meegemaakt. Ja, ja, ja. Ik zit me een beetje, nou ja, 65, 66, toen begon het een beetje te leven allemaal. Ja. En die periode die heb ik dus bewust meegemaakt, die probeer je dan op zo'n manier ook weer een beetje terug te halen. Ja, 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 ja. En wat daarna kwam. Ja. Dus echt, nee. Nog niet, kan nog komen. Maar... Nee, maar kijk, en dan heb je natuurlijk de bakkelieten platen. En dan heb je dus van die slingers allemaal. Hè? Ja, 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 ja. Dat is natuurlijk dus ook weer, dat is ook ook natuurlijk weer helemaal maar anders. Ik niet, Een jukebox zeg ik ook niks mee. Ondanks dat daar, hè? Zit er ook pluizen in? Ja, ook wel, Maar nee, dat heb ik ook nooit gedacht. Ik wil zo'n ding hebben, maar zo. Nee. Okay. Maar ik weet niet of je nog meer kamertjes hebt, maar ik denk dat je die dus niet meer kwijt kan, als ik het zo moet zeggen. Want ik sta hier angstvallig, op het treetje. Het kan nog net hier allemaal. Dus, best wel. Maar goed, we hebben een nieuwe schuur, dus er komt weer ruimte. Ja, en dan komt het allemaal heel erg mooi. Dan komt het allemaal te staan, joh. Ja. Geweldig. Nou. Echt helemaal top. Ja. Ik denk dat je jezelf ook wel een heel gelukkig mens mag prijzen dat je dit allemaal om je heen hebt. Zeker wel. Ja. Nou, het was gezellig. Ik vond het heel erg leuk. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik vond het bijzonder leuk. Je hebt, je hebt een ontzettende grote verzameling. En verzamelingen. En ik wil je heel erg bedanken. En ik hoop dus, als ik een keertje dus hier langskom, dat ik, als de schuur dus in orde is, dat ik dus mag kijken hoe dus alles is uitgezet. Nou, dankjewel voor een hele bijzondere verzameling. Ik. En ik hoop dat er mensen zijn die misschien dus dat ene blijven. Als ze wat hebben of zo, dan zijn altijd welkom. Oké. Okay. De groet naar de kijkers. Ja, is goed. Dankjewel. Da. Jij bedankt voor de koffie. Ja, graag gedaan. Ik wil nog even zeggen, want je liep dus namelijk in het licht. En toen zag ik die ontzettende mooie kikker. Heb je iets met kikkers? Ja, ik spaar kikkers. Ik heb er ruim 300 nu. Ruim 300. Van zo klein tot zo groot. Tot zo groot. Ja. Dus het is eigenlijk, als we nog een item zien over kikkers, dan mag ik je terugkomen. Ja, zeker. Je bent van harte welkom. Ik vind het erg gezellig dat je er was. Ik hou het eraan. Ja? Oké, okay, dankjewel. Graag gedaan. En een hele fijne dag verder. Ja, van hetzelfde gewenst. Oké, dag. Dag.
Dat was het weer voor vandaag. Ik hoop dat jullie net zo genoten hebben als ik heb genoten. Want het was een ontzettend leuke verzameling weer. 1 verzameling niet, 2 verzameling niet. Ik weet niet hoeveel verzamelingen. Maar leuke, lieve mensen. En ik ga er ook nog lekker eens even over nadenken. Misschien heb ik nog wel ergens een kikkertje. Misschien heb ik nog wel ergens dus een plaatje. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. En dankjewel. Geniet van de dag. Dag. Dat was het dan weer voor deze aflevering. Wil je graag ook de nieuwe foto's en video's van RTV Starnet zien? Volg ons dan op Facebook en via de website www.rtvstarnet.nl.